schade aan. Kijk om je heen, de aankleding is top. Ja, hartstikke gezellig, volle bak. Een event als deze was er nog niet echt in Nederland. Wij willen samen met Dutch Artisan eigenlijk voorop lopen om ja, partners bij elkaar te brengen. Ook netwerken natuurlijk. Ja, natuurlijk dat netwerken. Hè. Vandaar, je leert mensen, extra mensen kennen. Iedereen is hier, heb ik de indruk. My desire is man's great fire to make my dream come true. Now give me the secret man cup. De prijs voelt als een enorme erkenning. Zeker ook omdat het op basis is van stemmen die uitgebracht zijn door onze klanten, onze collega's, maar ook door onze vendoren in de markt. Super trots. En vooral het team. Ik bedoel, ik sta hier als vertegenwoordiger van EMC Nederland. Maar mijn healthcare team, die hebben dit vooral verdiend. Hoe voelt het nou zo'n award winnen? Je verwacht het niet en toch een moment van glorie. Een soort zweven, maar dan prettiger. Leuk hè? Super blij mee. Ja, dit is een prestatie van een jaar heel hard werken. Graag een moment van stilte voor de speech van Ajit Barkas. 10 jaar geleden haatten we nog de bouwbedrijven, want die waren corrupt en bouwfraude. Toen haatten we de banken. En binnen een paar jaar, als we niet uitkijken, haten ze de IT-bedrijven. Dus jullie, want jullie maken ze werkloos. Dus jullie moeten er nu als de sodemieter voor gaan zorgen dat die mensen weer dat huppelgevoel krijgen bij de IT. Datzelfde huppelgevoel dat ze in de jaren 80 kregen. Want lieve mensen, dit is een fantastisch jaar met enorme kansen om die successen een volgende stap verder te brengen. Veel succes. Dankjewel. Dames en heren, mag ik een hartelijk applaus voor de winnaar van de Editor's Choice Award van Dutch IT Channel, Eugène Tuinman van SLTN InterAccess. Ik heb een hele mooie prijs gewonnen. De Editor's Choice vanuit de Channel. Ja, en daar ben ik verschrikkelijk trots op. Onwijs gezellig deze afterparty. Ja, ik ben heel erg blij dat de hele keten aanwezig is. Let's celebrate the Channel. Het belang van de IT-channel in de Nederlandse IT-business is gewoon super belangrijk. En dat vieren we hier vanavond. En ontzettend blij ook voor Witold Kapinski, onze hoofdredacteur, mijn compagnon. Ik bedoel, dit was een droom van hem. En volgens mij is die uitgekomen vanavond. Dames en heren, jullie hartelijk applaus voor de dames van Eugène. Kijk, zo noemen we dat.